Dick Middelweert van de Treeswijkhoeve in Waalre. Vorige week ben je door Michelin bekroond met 2 sterren. Wat voor week heb jij meegemaakt? Ja, het is moeilijk te omschrijven. Hectisch, vreugde, druk natuurlijk. Overladen met bloemen en gelukswensen. En de mailbox die heel overvol is, dat mensen bellen van we kunnen niet meer mailen. En ja, gewoon helemaal te gek geweest. Wat was de leukste reactie die je van de gast gehad hebt? Ja, iedereen die wist het al, schijnbaar. Ze hadden het allemaal al verwacht. Ik zeg, had het hem ook tegen mij gezegd, dan had ik het ook geweten. Maar ja, de leukste reacties. Ja, elke tafel waar je langskomt, die heeft zijn verhaal. En mensen zeggen van, krijgen we niet genoeg van al die felicitaties? Ik zeg, nee, het is gewoon elke keer geweldig. En iedereen die feliciteert je, die waar je aan tafel komt, dat is ontzettend leuk. Merk jij het ook al aan het aantal reserveringen? Ja, zeker met name in de weekenden voor aankomend jaar. Dat begint nu al te lopen. Ik geloof 16 april. Mijn maître zegt van, weet je dat we op 16 april op een zaterdag al voor de helft vol zitten met alle karttafels. Dus je merkt dat wel degelijk. Je was zelf wel in Maastricht aanwezig bij de presentatie van Michelin. Wist jij van tevoren iets? Nee, we wisten niks. Ik had wel, ik zag wel Twitterberichten voorbij komen dat dat er wel gedacht werd dat we een tweede ster zouden krijgen. Maar ik vind het altijd zo, het zegt mij verder niks. Dus uiteindelijk moet je eerst dat boekje zien en dan geloven. En ik had zelf ook, ik geloof het eigenlijk niet dat wij 2 sterren krijgen. Dus ik heb het er gewoon lekker over me heen laten komen de dag in Maastricht. En we zijn er lekker naartoe gegaan op ons gemakje. En ik denk, we zien het wel, we hebben een ster en die gaan we behouden en daar zijn we blij mee. En als er eentje bij komt, is dat natuurlijk ook fantastisch. En omschrijf jouw keuken eens, waarom heb jij 2 sterren verdiend? Nou ja, zoals de hoofdinspecteur al aangaf, dat we een vrij steady bedrijf zijn en dat we elk jaar toch wel onze progressie hebben gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb je zelf niet zo in de gaten, hè, dat het... Maar je bent altijd wel aan dingen aan het verbeteren. En op zoek naar betere producten, gerechten die beter kunnen, beter in balans zijn. We zijn 5, 6 jaar geleden hebben we de eerste ster gehad. En die lijn hebben we eigenlijk doorgezet. En we hebben ook heel veel gerechten die we toen ontwikkeld hebben. Die hebben we eigenlijk alleen maar verbeterd. En ik denk dat daar ook wel de kracht in zit van de Treeswijkhoeve zoals we nu zijn. En nou werk jij ook aan Trace voor Thuis, afvalmaaltijden. Hoe gaat het daarmee? Ja, ook een enorme hype in één keer. Eerst deden we 10 maaltijden, nu doen we 30 maaltijden per dag, zeg maar. Maar goed, dat is denk ik ook weer een kortstondig iets. Ik denk, dat wordt straks gewoon wel iets minder. Dat verwacht ik gewoon. Ik kan niet voorstellen dat het daar zo druk in blijft. Want je hebt ook plannen gehad om het echt groot aan te pakken en een speciale keuken voor te bouwen. Hoe gaat het daarmee? Ja, we hebben die extra keuken, die hebben we ondertussen. Daar ben ik heel blij mee trouwens op het ogenblik. Want daar kan gewoon flink productie gemaakt worden. Dat is gewoon een aparte ruimte die aansluit op onze à la carte keuken. En daar staat gewoon extra werkbank in die we nou gewoon goed kunnen gebruiken met de drukte die we nu hebben. En hoe ga jij nu 2013 in straks? Nou, met een grote lach op mijn gezicht natuurlijk. Het is natuurlijk steeds een soort van crisis in de Nederlandse horeca. En dit is natuurlijk wel een geweldige opsteker om, gewoon om onze omzet veilig te stellen voor aankomend jaar. Dat is, dat is heel zakelijk, maar dat is natuurlijk gewoon zo. Maar we zullen gewoon heel veel bezoekers krijgen en mensen die bij de Treeswijkhoeve komen eten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En hoe is het zakelijk gezien bij de Treeswijkhoeve, de zakelijke markt? Nou, wij hebben 2008 hebben wij een terugval gehad. Hè, na het neerstorten van de banken en de hele financiële wereld. En eigenlijk is het daarna wel stabiel gebleven, zeg maar. We hebben niet echt daarin gekke sprongen gemaakt. En daar is ons hele bedrijf ook op gebaseerd. Dus dat staat gewoon vast en dat gaat op zich prima. En je zit natuurlijk wel te twijfelen. Moeten we nu misschien extra mensen aannemen? Mensen in de bediening misschien erbij? Ja, dan moeten we gewoon even kijken van de week hoe we dat allemaal gaan doen. Je hoort van heel veel restaurants dat de weekenden wel redelijk goed zijn, maar dat het door de week echt een probleem is. En de lunch, hoe is dat bij jullie? Nou, we hebben niet echt een lunchcultuur, zeg maar, bij ons. We hebben wel wat lunch. Ik ben van de week, zeg maar, wij zitten natuurlijk vaak bij de Belgische grens. Hè, dat er gewoon heel veel Belgen in één keer de grens overduiken en dan gewoon lekker komen lunchen. Dus dat voordeel hebben wij wel. En Belg die gaat wel lekker graag lunchen, dat vinden ze ook leuk.
En daar zie ik ook nog wel wat voordelen in vanuit de Belgische markt. En in het weekend? En ten opzichte van door de week? Ja, weekend is altijd wel druk geweest. Daar zitten we altijd wel vol. We hebben zaterdag is echt geen probleem. De vrijdagavond is altijd wel een goede inloopdag. Weliswaar vaak op het laatste moment dat het dan vol loopt. En de zondag is natuurlijk, zijn we de hele dag open. We hebben heel veel mensen die het heerlijk vinden om zondagmiddag te komen lunchen. En die zitten dan gewoon uitgebreid tot 4-5 uur in ons restaurant. En dan s'avonds heb je weer gewoon je gebruikelijke diner. Maar op een woensdag heb je geen last van 2x2? Of... Voorheen hebben we daar wel last van gehad, ja ook. Niet zo heel erg, het was wel wisselend, zeg maar we hebben ook wel eens op een donderdag hebben twee tweetjes gezeten. Dat overkomt ons ook. En hoe vang jij dat op of laat je dat gewoon zo? Of probeer je dat met acties nog voller te krijgen? Nee, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. We hebben gewoon die tijd dat we het wat rustiger hebben gehad gewoon gebruikt om onszelf te ontwikkelen. En zodat je weet, gewoon de dag erop is het gewoon weer wel druk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Maar je weet wel dat gewoon twee of drie dagen van de week is het wel druk. Dus ja, daar moet je toch chemische plaats voor maken. En op die rustige dagen geef je mensen vrij of je stuurt ze een keertje in naar huis toe. En we staan hier nu op de jaarvergadering van de Allianz. Collega Aan der Poel is geïntroduceerd als nieuw lid en vorige week ook beloond met een tweede ster. Wat vind je daarvan? Ja, geweldig. Ik heb ze al twee even lekker geknuffeld net. En deze zei van, je ziet er net zo uit als ons, ook een beetje moe en belabberd. Je weet een beetje wat we gevoeld hebben deze week. Ik zei, ja, dat klopt. Ja. Dus, nee. Dus jullie hebben volgens mij allebei niet zoveel slaap gehad, hè? Nee, dat klopt. We hebben een week gehad waar we heel weinig geslapen hebben. Ik ben een fanatiek fietser en ik heb mijn clubje deze week een beetje moeten in de steek gelaten. Want ik ben de hele week niet meer weg geweest, want ik kan me gewoon niet aan toe. Ze zullen het je vast niet kwalijk nemen. Nee, ik denk het ook niet. Volgende week dan ben ik weer bij ze en dan gaan we lekker fietsen weer. Dus...